Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Na de wedstrijd hier thuis in de Goffert tegen Heracles Almelo. Het moest een ruime overwinning worden. 3-0 hebben we gehoord. 4-0 zelfs. 3-1, 2-0. Dat werd het niet. Het werd 1-2 voor Heracles. En dan komt zo'n verliespartij hard aan. Ja, zeker. Ik denk vooral omdat, omdat we hem gewoon zelf hebben weggegeven in de eerste helft. Het is gewoon heel zonde, want het was totaal niet nodig. Ja, wat ging er eigenlijk mis in dat eerste kwartier? Nou ja, eigenlijk ze hebben denk ik twee schoten gelost en die vlogen er allebei in. En daar doen wij gewoon een hoop niet goed. Ik kan me de eerste goal niet zo goed herinneren, maar de tweede goal kan ik me herinneren dat we Robert krijgt de bal en verliest hem en hij vliegt binnen. En, ja, dat zijn fouten die wij niet mogen maken, want anders maak je het jezelf gewoon zo moeilijk in zo'n wedstrijd. Ja, Rogier, na dat was ongeveer 12 minuten. Komt toen het strijdplan wat je had al gelijk in de prullenbak in? Nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk dat we... Tuurlijk snap ik als je 2-0 achterkomt. Alleen ik denk dat we... ons strijdplan was om aan te vallen. Om met onze buitenspelers dreigend te zijn. Nou, ik denk dat, dat vanaf toen ook zo gebleven is. En ik denk dat we daarin voldoende kans hebben gecreëerd om eerder de aansluitingstreffer te maken. Het enige is dat je natuurlijk wel meer risico gaat nemen, moet nemen, vanwege de slechte start. En ik denk dat we de eerste helft nog een heel behoorlijk niveau hebben gehaald aan de bal. Veel kansen hebben gecreëerd. Ik heb genoten van onze zijkanten en Sontje, Bajar, Brian, die denk ik heel goed speelden. Alleen ja, je loopt wel de hele wedstrijd achter die start aan, want je moet zoveel ruimte weggeven. Je moet zoveel aanvallen dat... Ja, dat het ook gevaarlijk is aan de andere kant en dat is wel bepalend geweest. Ja, hij had eindelijk weer zijn basisplaats te pakken. Sontje Hansen speelde ook een prima eerste helft. Ja, en dan verlies je zo'n wedstrijd. Ja, klopt. Zeker. Ze balen natuurlijk. Ja, je wilt natuurlijk gelijk winnen als je basis staat. Maar ik denk wel dat ik een prima wedstrijd heb gespeeld. Alleen, ja... Ik denk dat ik mezelf gelijk in de kaart kon laten zien aan iedereen met goals. Maar ja, is jammer nu, genoeg niet gebeurd. En ja, we gaan om naar de volgende wedstrijd. Ik vond de wisselwerking tussen jou en Pereira ook zo leuk om te zien. Ja, klopt. Ik kan het goed met hem vinden. En ja, buiten het voetbal ook. En het is gewoon leuk dat ik met hem ook... aan dezelfde kant kan spelen en ja, ik hoop om naar meer wedstrijden samen. Dan wisselen in de rust Nuiting ook. Had dat te maken met dat hij al een kaart had? Of? Ja, zeker. Je moet, wat ik net zeg in het begin van het gesprek, je moet nog meer risico nemen. En Bram heeft geel. Nou, Kelvin aan de bal natuurlijk als jij wat meer op de helft van de tegenstander komt. Hij heeft geweldige passing, dus ja, dat was de overweging. En ouwe Jan, daarvan weten we als hij aan de linkerkant opkomt met zijn voorzetten, met zijn standaard situaties. Ja, vandaar dat we die keuze gemaakt hebben. In de rust greep Rogier Meijer al in. Bram Nuiting ging eruit. Ook Robert González werd gewisseld. Wat zei hij verder nog in de kleedkamer? Nou, hij zei, ga zo door, we zijn op goede weg. Ja, het is gewoon... Ja, niet goed dat je die twee goals tegen krijgt, maar dat is gebeurd en nu gewoon door, want we waren echt wel we waren gewoon goed op weg, we hadden veel kansen, kort die aansluitingstreffer, dus dat wilden we eigenlijk gewoon doorzetten, alleen dat lukte niet. Ik denk ook dat ik er wel eentje had mogen maken vandaag. Dus. Ja, die kopbal hè? Ja, die moet erin. Nou, natuurlijk zijn er ook dingen die we mee gaan nemen die goed zijn. Hè. We hebben allemaal lang uitgekeken naar Sontje weer. Ik denk dat hij goed was. Ik denk dat je Eunal ook ziet dat elke keer groeiend is. Hoedemaak speelde prima. Dus er zijn genoeg positieve dingen te benoemen. Al met al is gewoon dat je verlies kloten. Het mocht vandaag niet zo zijn hier in de Goffert. En dus moeten we vooruitkijken. En dat betekent dat volgende week zaterdag hier weer in de Goffert Feyenoord de tegenstander gaat zijn. Het vizier moet op die wedstrijd. Maandag zijn we er weer. Dan zijn we er met de NEC Update Live, de podcast. Gaan we zeker nog over deze wedstrijd napraten. Ook het stadion staat op het programma, het stadion dossier. En we zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe NEC Update. Ik zeg graag tot dan.